Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. We gaan vandaag iets supercools doen. Ik sta namelijk heerlijk in de zon in het weiland en ik ga voor jullie paardencupcakes maken. Ik ga je laten zien wat erin zit en hoe je ze moet maken. Oké, aan de bak. Het is eigenlijk heel simpel. Dit is alles wat je nodig hebt en we moeten er gewoon beslag van maken. Niks ingewikkeld. Het enige wat we even moeten doen is dat we het in de goede verhouding doen. Ik heb hier grote kom. Grote plastic kom. En alle ingrediënten die ik nodig heb. Bloem. Bakpoeder. En dan niet allemaal, maar gewoon één. Appelmoes. Citroen. Vanillearoma of extract, hoe dat dan ook heet. Zonnebloemolie. Suiker. Sojamelk. Cupcakevormpjes. En het eerste wat ik ga doen is mijn sojamelk. En dit is misschien een beetje lastig te vinden, maar je kunt het gewoon in de supermarkt vinden. En waarom nou sojamelk en bijvoorbeeld ook zonnebloemolie? Dat is omdat paarden veganisten zijn en ze eten dus niks wat gemaakt is door andere dieren. Dus geen eieren en geen boter. En dat zit in normale cupcakes zit dat natuurlijk wel. Maar ja, wij gaan dat dus niet gebruiken. Dus ik ga eerst mijn sojamelk afwegen. En van de sojamelk moet het 200 milliliter zijn. Nou, dat komt goed uit. Want ik heb precies 200 milliliter op mijn streepje staan. Zo. En daar moet dan ook een scheutje citroensap bij. En ik wilde eigenlijk zo'n leuk flesje, zeg maar, met van die druppels. Maar die hadden ze niet bij ons in de supermarkt. Dus ik heb gewoon een citroen. En die ga ik even snijden. Zo, en dan neem ik deze helft. Want zo te zien zitten hier geen pitjes in. En in deze wel. En dan gewoon een klein scheutje, een theelepel of zo. Dan heb ik een lepel. Daar kan ik dan even mee roeren. En daar ga ik dan nu 6 eetlepels zonnebloemolie bij doen. En dat is eigenlijk een vervanger van de boter, wat paarden dus eigenlijk niet eten. Want boter is weer gemaakt van melk en melk komt weer van de koe. En een paard eet niks van andere dieren. Dus 6 keer zonnebloemolie. 1, 2 en 6. Dan doe ik er ook nog 2 lepels met appelmoes bij. 1, 2. Zo, die ook weer roeren. En dan hebben we zeg maar al onze natte ingrediënten. Nou ja, bijna al onze natte ingrediënten. Want er moet namelijk ook nog vanille-extract bij. En dat is iets wat paarden wel lekker vinden. Want je hebt namelijk ook paardensnoepjes met vanillesmaak. En ik doe daar een eetlepel van bij. Zo. Kijk, dan zitten al onze natte ingrediënten, die zitten bij elkaar. Dit allemaal even wegzetten, dat heb ik niet meer nodig. Dan heb ik nog suiker, bloem en bakpoeder. En dan ga ik eerst mijn bakpoeder doen. En ik heb hier een theelepel met een lange steel. En de korte steel mag ook. Dus een theelepeltje bakpoeder. En dat zorgt ervoor dat ze een beetje luchtig worden en dat ze een beetje rijzen, zeg maar. Dat ze groter worden. Zo. Bakpoeder. En dan heb ik nog suiker en bloem. En ik heb de weegschaal van thuis, die heb ik gepikt, zeg maar. En die heb ik meegenomen naar mijn huis in Gent. En daar bak ik dus allemaal dingen mee. En die heb ik dus niet meer mee naar huis genomen. Dus ik heb nu geen weegschaal. Maar dat geeft op zich niet, want een eetlepel suiker is ongeveer 15 gram. En een eetlepel bloem is ongeveer 12 gram. Dus op die manier kan ik het ook afwegen. Dus dat ga ik nu ook zeker doen. Dat moet ik wel even rekenen natuurlijk. En ik heb volgens mijn recept heb ik 150 gram bloem nodig en 100 gram suiker. 15. 30. Komt er dan? 90. 3/4 dan. Zo. Suiker zit erin, roeren. Tjulke gaat ook cupcakes maken, hè? Hier, wil je kijken? Maar kijken, kom maar. 1, 2, hup. Hier ook, kijk, dat worden cupcakes. Ja, kunnen hondjes kunnen ze ook eten. Ja. Nou, dit ziet er zo wel goed uit, geen klontjes. Nou, dan hoef ik alleen nog maar de bloem toe te voegen. Oeh, nieuwe verse bloem. En dat was 150 gram. En een eetlepel bloem is ongeveer 12 gram. Dus 12. Hallo bloem, kom er eens uit.
en dan nog een beetje voor 150. Oké, dit is echt heel ingewikkeld en ik ga voortaan gewoon de weegschaal mee terug naar huis nemen. Dan hoeven we alleen nog maar te roeren. Flash denkt dat hij een renpaard is. Flash is racepaard vandaag. Flash heeft een vliegendeken en dan helemaal tot aan zijn hals en dan ook onder zijn buik. En dat lijkt heel zielig, want het is net alsof hij helemaal is ingepakt en of hij dan straks doodgaat van de hitte. Maar dat is niet zo, want het is gewoon gaas, zeg maar. Je kunt er gewoon doorheen kijken. Maar als er dan vliegen op landen, dan kunnen ze hem niet prikken. Oké, nou ondertussen ben ik uitgeroerd en dit heeft ondertussen de kleur en consistentie van die jivla, zullen we maar zeggen. En dit ga ik nu verdelen over cupcake vormpjes. En ik heb deze van de Xenos 100 vormpjes, dus ik kan even vooruit. En ik ga er zeg maar twee in elkaar doen, want dan zijn ze een beetje steviger en dan zakken ze minder uit. Want dit is best wel een vloeibaar beslag, zeg maar. Dus dan doe ik er gewoon twee in elkaar. Als het goed is, moet ik met 6 vooruit kunnen. Oh nee, ze gaan wegwaaien. Waar is mijn andere naartoe? Hij is weg. Nee, blijf hier. Wacht, ik ga gewoon heel snel in allemaal gewoon één drupje doen dat ze zwaarder zijn, dat ze blijven staan. Oh jongens, buiten koken, heel leuk, maar alles waait weg. Dan ga ik ze vullen tot ongeveer 3/4. En dan zeg ik dat we klaar zijn. Nou ja, niet klaar, want ze moeten natuurlijk nog gebakken worden, hè? Ik maak eigenlijk alleen met speciale gelegenheden iets lekkers voor mijn paard. Dus met verjaardagen, met kerst en dierendag en oud en nieuw. Want dat is mijn paard jarig. Daarom steken ze ook vuurwerk af. Nee, dat is een grapje. Want anders als ik dat iedere dag zou doen, dan worden ze natuurlijk veel te dik en dat is ongezond. Dus alleen af en toe. Ik heb nu mijn cupcakes in zo'n cupcake tray gezet. Dan blijven ze wat beter staan. En er is er onderweg eentje gesneuzeld, want die had ik te vol gedaan en die liep over. Die heb ik weggegooid. Dus ik heb er nu nog maar 5, maar dat geeft niet. En hij is al voorverwarmd op 175 graden en ze moeten er 20 minuutjes in. Nou, dan moeten we even wachten en de zon schijnt, dus waarom niet buiten wachten? Kom, Joker! We zijn nu 20 minuten voorbij. Het belletje van de oven heeft net gepiept. Dus als het goed is, zijn ze nu klaar. Maar dat moeten we natuurlijk wel even controleren. Deurtje open. En dan kan de oven uit. Ziet er goed uit. En een goede tip die je ook gewoon kan gebruiken bij cupcakes voor jezelf, is om er even met een prikkertje hierin. En dan laat je hem even zitten. En als je hem er dan uittrekt, dan moet hij droog zijn. Nou, dat is dus bij mij zo. Er zit geen beslag meer aan. Dus dan zijn ze klaar. Maar ja, we kunnen ze nu natuurlijk niet geven, want we moeten ze eerst laten afkoelen. En ik ga ze eruit halen, want dan koelen ze wat sneller af, omdat die vorm warm blijft. Ze ruiken echt heerlijk naar vanille. Zo, afkoelen en dan kan ik ze straks gaan geven. Volgens mij is mijn vader hier geweest. Ik zie schoenen, ik zie water en ik zie voeten. Ah, ben jij een zeehond? Ja. In die prinsessenbad. Heerlijk, hè? Is het water koud? Nee, het is lekker warm. Heerlijk. Dag. Dag. De hele dag moet jij maar achter ons aan. Kom maar, jongen. Nou, ik heb cupcakes een beetje versierd met een appeltje erop. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook plakjes wortel op doen of zo. En ik ga nu even kijken of ze ze lekker vinden. En ik moet natuurlijk wel het papiertje eraf halen, want het is natuurlijk niet eetbaar papier. Appeltje erop. Suus, kijk eens. Lekker? Lekker? Nou, volgens mij wel. Fundine. Kijk, en je kunt deze natuurlijk ook gewoon zelf eten, want er zit verder niks geks in. Ze zijn een beetje zacht, maar smaken gewoon naar vanille. Ziezo. Appeltje. Ja, eigenlijk moet jij ook nog eentje, Deli. Wacht, zullen we hem door de helft doen dan? Doen we hem door de helft. Ja, krijg jij ook, ja. Zo, appeltje. Ook door de helft.
Heerlijk, zeg maar. Strootje in je mond. Yummy, yummy, yummy. Nu weten jullie dus hoe je lekkere cupcakes kan maken voor je paard. En ja, je kunt ze natuurlijk niet alleen aan je paard geven, maar ook zelf opeten. En misschien kan ik er ook wel een stukje aan Joker geven. Nou, volgens mij zijn ze goed geslaagd. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg! Willen jullie weten wat wij allemaal gedaan hebben op vakantie? Blijf dan zeker kijken.